Kilo. Nee, 76. Ja. Hallo. Ik ben 70. Hallo. Hij staat. Ik ga er niet in staan. Ja, dat zullen we zo even. En ik heb alleen nog wat ik wil. Kamerplanten. Hoe verschillend zij ook zijn, hebben uw zorg nodig. Zoals u weet, wil de ene kamerplant graag in het volle zonlicht staan, terwijl de andere gelukkig is met een bescheiden plaatsje in de schaduw. De ene kamerplant voelt zich op zijn gemak als hij af en toe een scheutje water krijgt. De andere stelt prijs op een regelmatige vochttoediening. Wie iedere plant geeft waar hij van houdt, kan rekenen op een uitbundige schoonheid in bloem en bladvariëteiten die uw kamer zoveel warmer en gezelliger maakt. Die van uw vensterbank een fris natuurlijk gordijn kan maken, zeer tot tevredenheid van uw huisgenoten. Dames en heren, Ficus Fiesta! Ik sta op de foto met een zeemijn en ik lach. In mijn zak hou ik mijn bruine ogen verborgen voor de schaamte. Ik sta op de foto met een zeemijn. Ik ben belangrijk. Ik sta naast een zeemijn. In mijn hand hou ik een reusachtig paard. De kleuren zijn verzadigd. Daar fluiten mijn insignes. Joost en de zeemijn. Joost en de zeemijn. De zeemijn is van glas. De zeemijn is van glas en goud. De zeemijn is van staal en stookolie. Van gietijzer en steenkool. Van olieverf en brons. Van plusje. De zeemijn is zo groot als een zeemijn. Groter dan ik. Maar ik lijk groter. Joost is zo groot als de zee voor de zeemijn. Ik sta op de foto met de zeemijn. De zeemijn en ik of ik en de zeemijn. Samen hangen op dreinende bokkige gebouwen. Voorbij grappig verafgodende slagkracht. Het is van Joost en de zeemijn. Joost en de zeemijn. Op de foto sta ik met de zeemijn. Ik sta op de foto met een zeemijn. Ik sta op de foto met een zeemijn. En ik lach. Het volgende gedicht gaat over iemand die een broek aantrekt. Glijd in de broek. Glijd in de broek. Kijk, dan glijdt de man in de broek. De broek is zo'n glad broekje. Eén keer de man glijdt in zijn broek. Zit in zijn broek. Kijk wat er aan de broek. De man glijdt in zijn broek. Zijn witte spitse voetjes glijden hoep in de broek. Zijn mooie spieren lichtbaar. De kuiten glijden hoep in de broek. En daar komt zijn duimen net zoveel partijen. Met lege kleine witte zachte haartjes. Glijden zomaar langs zijn broek. Dan licht trekt het elastiek op en dan zoef in de broek. De man glijdt hoep in de broek. En dan vervolgens aan de voorkant fout de man de bol naar binnen. Zodat alles strak is, strak en goed zit. Maar hoep in de broek zit. De man glijdt hoep in de broek. De man glijdt in de broek. Duwt met zijn sterke mooie handen zijn over hem en kruist naar binnen. Alles zit strak, alles zit goed omlijnd. Alles schept prima en prachtig. En hem hoofd nog binnen. Goed in de broek. Hoep in de broek. Kijk mannen, daar glijdt een man in zijn broek. Omdat ik net naar Sappemeer ben verhuisd, met mijn vrouw wilde ik een gedicht voordragen, wat ik in ieder geval speciaal voor mijn buurvrouw lees. Mijn buurvrouw werkt inmiddels 30 jaar voor de Gasunie en daarmee heeft zij natuurlijk voor ons allemaal gewerkt. Zij woont inmiddels 28 jaar in het huis naast het onze en zij is eindelijk op zoek naar iets nieuws. Maar niet voor niets staat, hou even op jongens, en niet voor niets staat dus haar huis te koop. Ik lees voor deze vrouw die droomt, lees ik het volgende gedicht. De lunch gemist. Zo droomde ze van 8 banen naast elkaar. 8 asfaltautobanen met lange rijen auto's en 8 cabines met 8 tollenaren, 8 wegen naar de stad. Maar van om en om, de ene dag wel, 7 andere dagen niet. Eén van die 8 wegen dus, je wist gewoon niet welke. Leiden naar een ondergrondse parkeergarage waar die rijen auto's, die mensen een dag wachten tot het nacht werd. En zij dan, krant gelezen, uitgeslapen, terugkeren naar het dorp, op de slaapsteden, de plekken waar vandaan zij de volgende dag weer zouden keren. En in de rij zouden staan, op één van die 8 banen, op weg naar de stad. Dan zou ik
voor, dat is er één huis verderop. Daar woont een buurmeisje met twee konijnen. Ik zou voor het buurmeisje dat daar die twee konijnen zo goed verzorgd, zou ik het volgende gedichtje willen lezen. Het gedichtje heet Nagellak. Van alle liefdesbrieven die ze schreef, was minstens de helft gericht van haar konijn. Dat Lector heette. En een leesbeeld nog. Lector, schreef ze, je bent het liefste konijn dat ik ken. En het is raar hoe bloot je tenen lijken als je heel lang nagellak hebt opgehad. En nu niet meer. Ik schrijf je dit omdat je dat niet kunt weten. Morgen krijgen we onweer, ik zeg het je nog vast. Dan kun je je daarop instellen. Ik zou nog heel lang door kunnen gaan over mijn nieuwe straat en over de mensen die daar wonen. Ik wil ook een kleine referentie maken aan het begin van deze voorstelling, toen het ging over de kamerplanten. Die je dan op de vensterbank kunt zetten om een mooi gordijn te maken, een soort groen gordijn voor je kamer. Dat is precies wat al mijn buren doen. Ze hebben een plakvesting voor de ramen en een groen gordijn. Maar s'nachts laten ze alle echte gordijnen open en kun je zo naar binnen kijken. Het is heerlijk open in Sappemeer. Ik zou zeggen, wandel er eens langs op een avond, op een warme avond als deze, en kijk naar binnen bij de mensen. Ik wil het woord geven aan de volgende dichter. En de volgende dichter die is bijna te mogen, die is bijna klaar. Die staat voor u klaar om een prachtige voordracht te geven. Ik geef de microfoon aan de applaus. Moet mij nog stil zijn allemaal. En niet te zwaar bevonden. Moet mij nog stil zijn. Nee. Nee. Oh, en ben je met die boeien? Ja. Oh, hoor je boeien. Maar hoor, interactie mag allemaal. Ik vind het helemaal niet erg. Ik heb dus net even mijn middel opgemeten. En dat is 65 centimeter, maar net was het nog veel meer. Dus ik ben wel op de goede weg nu, denk ik. Omdat ze zo'n leuk snoetje had, kwam mijn knappe vriendin Sarita altijd wel ergens aan de bak. Ze droeg ook hele strakke rokjes, maar dat terzijde. De jaren 50 liggen achter ons. Overigens twijfelden we nooit aan haar kunnen. Behalve mooi was ze namelijk ook opvallend getalenteerd. Precies, voorkomend en ter zakenkundig. Er leed geen twijfel of ze zou ooit een lieve, zorgzame echtgenote en moeder worden. Niets van dit alles was meneer je weet wel wie ontgaan. Hoe kon het ook anders? Hij ketende Sarita vast aan zijn bureau en legde uit dat het een aanrecht was. Ze vroeg niet eens of haar bril af mocht. Ze maakte regelmatig afwasbewegingen met de hoorn van de bedrijfstelefoon. En kermde van genot. Ik ben al geweest. In heel veel opzichten ben je dus toch wel heel erg hetzelfde. Ik wrijf mijn vaders grauwe ogen uit, knijp in mijn moeders appelwang. Ik richt me tot de man. Het was de bedoeling dat ik iets anders werd. Iets volkomen nieuws en onomwonden levensvatbaars. Zie je voor je hoe ze erbij stonden toen ze een tweede handje leverden? Voorjaar 1979, op de oprit, onder de pergola, in hun sportjes. Braaf, ontgoocheld, beteuterd, voor een blok gezet. De man knikt en streelt de borsten van mijn oma. Hij weet al lang dat de beste dingen verre van democratisch zijn. Mooi. Ik heb bijna een bron. Zie je dat? Wacht maar. Je kan gewoon dat nu maar doorgaan met sturen hoor. Zo in de zin. Nog steeds denkt mijn vader dat ik een meisje ben.